Hallo iedereen en welkom bij Verlangensdag 22. Vandaag ga ik jullie onze kamer laten zien, onze slaapkamer weliswaar. Jullie hebben op Instagram waarschijnlijk wel gezien dat wij deze volop aan het veranderen waren. Voor wie dat nog niet heeft gezien, volg ons zeker op Mangeloop op Instagram. Zouden jullie ons trouwens ook een heel groot plezier mee doen. En ik had gevraagd of jullie nog een video erover wouden. En ik denk van de 100% was er 70 of 75% die dat nog wou. Dus ik dacht, dan ga ik dat doen. Dan kan ik ook alles zeggen van waar alles komt. En ik zal ook onder in de beschrijving linkjes zetten van de dingen die er nog zijn in stok. Oké, let's tour the room, hè. Oké, we komen zo de slaapkamer binnen. En dit is dan wat dat je ziet. Ik ga in deze hoek beginnen. We hebben hier aan de muur niks hangen, gewoon clean. Heel misschien wil ik hier nog een rond spiegeltje of zo. Dat weet ik nog niet, dat zullen we nog zien. We hebben dan hier een paravent, die is van Zesso Shop. Ik zal deze ook onderlinken. Dan hebben we een klein wit bont krukje, dat is van de Action ooit. Sorry trouwens als jullie werkgeluiden horen, maar hiernaast zijn ze een terras of zo aan het aanleggen. Daarom. Dat poefje dus is van de Action, is wel echt al een paar jaar oud. Maar af en toe hebben ze in de Action wel nog zo krukjes. De staander waar het kaarsje in zit, heb ik van Alessandra en Thomas gekregen. Ik denk dat die van de winkel Thomas en Hasselt is. Dan de blok hout is van Casa. Daarop hebben we een vaasje van de H&M, H&M Home. En daarin zit zo, ja, een riet, dat heb ik van de Floralux. Allee, riet, dat is granen eigenlijk, gedroogd graan. En dat oogt wel heel mooi, vind ik, hier in het hoekje. Dan hebben we onze nachtkastjes, die zijn van Vida XL. Daarop de lamp. Juist, die heb ik van bol.com. Die waren echt maar 11 euro en een beetje. 11,90 euro of zo, denk ik. Het zijn super mooi, super mooie kleur. En zo, ja, hoe noemt dat? Zo klei-achtig. Dus dat vind ik wel heel tof. De kaars is een vanillekaars van H&M. Ik vind die kaarsen wel chic ogen als je al de stickertjes eraf doet. We hebben ook een baseballbed voor als er iemand ons 's nachts komt lastigvallen of inbreken. Dan hebben we mijn zeer geliefde bed. Mensen die mij al lang volgen weten dat mijn bed van Meubes is. Dit is de Paris of Parijs. Ik denk dat hij gewoon Parijs noemt. Parijs Boxspring in de kleur Sand heb ik die. En I love it. Echt het beste bed en de beste keuze van bed die ik ooit heb gemaakt. Het beste bed wat ik ooit heb gehad. Zalig. De lakens gewoon op het bed zijn van IKEA. Dat zijn linnen lakens van IKEA. Dan het pleitje van achter is van Casa. Ook de sierkussens zijn van Casa. Dus die twee en deze zijn van Casa. Pas recent, dus die gaan ze nog wel hebben, denk ik. En dit zijn gewoon vullingsjes van de IKEA en kussens van de IKEA. En ik doe die dan zo in het midden, want dan oogt dat zo veel mooier. Oké, dan hebben we de mat. Dit is een vintage look mat van Benuta. Die was, ik denk voor deze maat 280 euro, maar ik heb hem voor 140 kunnen kopen bij Black Friday. En dit poefje krijg ik ook echt heel veel vragen over. Dat is zo'n gehaakt met houten pootjes. Dat is ook ooit van de Action, maar ook echt al heel lang geleden. Dus ik weet echt niet meer van waar, sorry. Dan onze lampenkap hier is IKEA. En de kaders en posters erin zijn van Decenio. Die hingen eerst aan de zetel. Ik zie dat ze een beetje scheef hangen. Maar it's okay. We will fix it. En dan zal ik eerst aan deze kant verder gaan. Hier hebben we een mand staan. Hier zit Niels zijn
kussen in waar Niels op slaapt. Omdat dat niet op het bed kan liggen. Maar s'avonds, als al de kussens eraf zijn, pak Niels dat kussen. Ik slaap gewoon op zo'n lang kussen wat er onderin ligt. Maar dit is dus Niels zijn kussen. En dit kussen wat hierin zit, is ook nog een sierkussentje. Is van Maison du Monde. En de mand, ik weet nu niet als ik dat al heb gezegd, maar eigenlijk geen idee. Ah, jawel, van Jysk is deze. Die is van Jysk. Dan de kastjes die ik allemaal in elkaar heb gezet zijn van IKEA. Dit zijn allemaal aparte kastjes zoals je kunt zien. Ze hadden die met twee aan elkaar ook, maar ik wou er hier drie zetten. En het was Niels zijn idee om dan drie aparte te nemen. Was eigenlijk 10 euro meer. Maar als ik nu deze aan elkaar had genomen, was daar geen lijn. En dan was hier zo één lijn. Dus dan was dat niet meer mooi evenredig. Dus hebben we drie aparte kastjes genomen. Dit erop, het is nog altijd kerst, dus ik wou toch iets van kerst, is van de Action. En ik kreeg ook een vraag van iemand wat er in onze kasten zit. Redelijk nieuwsgierig, maar dus hier zit extra batterijen voor het tv-kastje. Onze projector die we vaak 's avonds opzetten. En in de rest van de kasten zit eigenlijk allemaal lakens, extra kussens. En ja, echt allemaal gewoon lakens. Dus bij deze, voor de nieuwsgierige mensen die wel weten wat erin zit, zit eigenlijk vol met lakens. Dan hebben we onze tv van Samsung. Hey, mij en de tv. Lijkt of ik geen blouse aan heb, maar dat is wel. Hier heb ik ook een bergkristal liggen trouwens. Voor the evil spirits in the room to go away. En dan, dit is van de Casa ook. Maar hier ligt zoveel vuil. Precies. Dit is dus ook van de Casa. Dat is zo'n keramieke kom waar je zo'n kaars in kunt zetten. Super leuk. En deze vaas is H&M Home. Ik weet wel dat die uitverkocht is. Die is heel vaak uitverkocht. Dus je moet eigenlijk vaak checken tot die terug is. En ik heb hem gelukkig op de kop kunnen tikken. Daarin heb ik ook weer zo, ja, van dat graan en zo. Dat is allemaal van Floralux. Dan hebben we hier deze stoel en het zithoekje. Het matje is Action. De stoel hebben we gekregen van Niels, zijn mama en stiefpapa. Dus geen idee van waar die is. We hadden er zo twee. Ik weet eigenlijk niet waar dat die tweede is. Maar alleszins, ene staat hier. En de kussens erop zijn ook gewoon van de IKEA. Deze zou ik eens moeten strijken, maar ik ben geen fan van strijken, dus doe ik niet. Dan hebben we hier onze ramen met onze plissé-gordijntjes of plooi-gordijntjes. Super handig. En ook echt wel mooi in zo'n mooie beige kleur. Deze zijn van Veneta. Dus gordijnen Veneta. En dan komen we eigenlijk hier al aan het laatste stuk. Weer hetzelfde nachtkastje Vida XL. Ik weet niet of ze die nog hebben. Die kwamen per twee. Ik moet wel zeggen, kwaliteit is niet goed. Want je ziet hier al een ring van iets. En dat knopje is er ook al eens af geweest. Dus Niels heeft dat geplakt met iets. Maar het zijn, ja, het is geen topkwaliteit. Het waren ook maar twee kastjes voor 40 euro of zo, denk ik. Dus ja, ik had ook niet echt anders verwacht. Maar ik waarschuw jullie al. Dan weer het nachtlampje van bol.com. Ik zal die ook eens aandoen. Dan zien jullie ook hoe ze aan zijn. De lamp erin is van de IKEA. Ik heb iets te fel licht genomen, vind ik, voor erin. Maar dat gaan we misschien ooit nog wel switchen. En dan op mijn nachtkastje heb ik twee boeken liggen. En een roze kwartssteen voor liefde. Het ene boek, ik heb hier net dus foto's gemaakt met zo'n kerstboompjes. En nu ligt er overal zo groen van die kerstboompjes. En iemand is aan het proberen binnen te komen. Hey. Hey. Hey Mubs. Dus het eerste boek is Morning Medicine. Elke ochtend een nieuw begin. Heb ik half gelezen. En dan heb ik Crystals Rock, een moderne gids over de heldere kracht van stenen en kristallen. Heb ik helemaal gelezen. Het is wel een fijn boek met heel veel info. Dit heb ik dus nog niet uit. Maar ik vond dat wel mooi, die lichte kleuren. Zo dat roze past wel mooi in het geheel.
En last but not least heb ik hier nog een plant. Ik zag ook veel mensen vragen welke plant het is. Dus let me check. Dit is een ficus. Ficus, ja, ik hoop dat ik het goed zeg. Die kan binnen staan. Het mag niet te koud zijn. En die heeft maar één keer in de week water nodig. En die pot heb ik van een tuincentrum hier in de buurt. Ik weet de naam niet van het tuincentrum, maar die plant komt daar ook vandaan. Maar dat ligt op de weg van Beringencentrum naar Diest. Daar is zo'n tuincentrum. En vandaar heb ik deze. Ik vond deze plant heel mooi, omdat dat niet zo fel groen is. En meer een donkergroen, bijna zo zelfs soms naar het zwarte toe. En daarom vond ik die super mooi om hier te zetten, want ik wou hier geen al te felle kleuren meer in de kamer. Muffin, willen we dat niet doen alsjeblieft? Dank u. Oké, dat was dus onze slaapkamertour, hè Mups? Zit te kijken. Ze wil hier op de vensterbank en overal opspringen, maar ze mag niet in de kamer, hè kleintje? Nee, dat is van mama en papa. Alleen als we de lakens verversen, mocht je... Dan mocht je slapen bij ons. Hopelijk vonden jullie het leuk. En vonden jullie het leuk dat ik alles ook heb verteld van waar het is. En hebben jullie hier inspiratie uit kunnen halen. Ik ben zelf super blij met de slaapkamer. Heel volwassen vind ik zelf. Heel licht. En ja, gewoon heel rustgevend. Ach, nu heb ik kattenhaar aan mij. Dus ik ben echt wel heel blij. Ik vind het mooi gelukt. Gezondheid, Mupske. Ik zal hieronder dus ook nog alles linken in de beschrijving van wat er nog is. Ik weet bijvoorbeeld, die vaas is er al niet meer, dus die kan ik ook niet linken. Maar de rest, alles wat ik vind, zal ik onder in de beschrijving zetten. Hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up. Laat een leuke comment na en ik zie jullie weer in de volgende vlogmas.